Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. De malse en sappige stukken van het rund worden nog altijd het meest verkocht, maar nochtans zijn er stukken met veel meer smaak en die zijn niet zo gekend. Hoe komt dat? Hela, wat, Luc? Dat vind ik een goede naam. Luc, Loïc, hoe is het? Ça va, mais ja. Ja, zeker. Rundvlees. Het ligt hier allemaal, verschillende stukken. Ja. En zo wat stukken die minder goed verkocht worden? Ja, veel. Hè. Je hebt een koetsierstuk, je hebt een onglet, je hebt een ketting van de filet puur, je hebt een brisket, je hebt een bavette, je hebt een vinkelap. Dat zijn allemaal zo van die stukken die wij kennen, maar die niet gekend zijn bij het publiek. Dat is een onglet. Ja. Wat kunnen we daar allemaal over kwijt? Wel, de onglet die zit eigenlijk op de binnenkant, op de ruggengraat. En daar loopt eigenlijk de aorta door. Dus de aorta... Vol een bak bloed. Vol een bak bloed. En je gaat dat ook niet alleen zien, maar je gaat dat ook proeven. En is er daar een reden voor waarom dat minder populair is of waarom dat minder verkocht wordt? Dat heeft eigenlijk te maken met de vorige generatie. Eigenlijk moet ik kwaad zijn op mijn moeder en mijn vader als het over dat gaat. Die mensen die wouden allemaal mager, mals en vooral gemakkelijk. En dan heb ik zoiets van, we zijn allemaal geboren zonder tanden. We krijgen tanden. We krijgen zelfs een wissel van tanden. Dus we moeten die gebruiken. En is er dan een probleem? Als er een stuk vlees is, dan veel meer smaak, hè, maar waar je eens moet op bijten in de plaats van op dat mals filet. Als we nu kijken naar de jongeren, mensen gelijk als jij, die zeggen, wacht eens even, zijn we wel juist bezig. Mag er niet wat meer smaak aan zitten? Ik heb tanden gekregen voor iets, dus ik kon die gebruiken, mijn tanden. En die smaak die zit meer in stukken die onbekend zijn. Ik wil laten zien dat je met weinig vlees eigenlijk wel veel kunt doen. De onglet. Ga ik zo carne asada maken? Ken je dat? Zo'n Mexicaanse bereiding, gegrild in fijne plakjes. Ik zal komen zien. Ja, van mijn moeder. En een pulled beef, soepvlees. Het kan perfect, hè. Als je dat traag gegaard hebt, dan ga je ook zien dat je allemaal die lange draadjes hebt. Ja. En dat is eigenlijk een ideaal stuk ervan. Hoe belangrijk is dat voor u dat je alles opgebruikt van het beest? Dat beest is geboren met vier poten en een kop en een staart. Dan is het ook de bedoeling dat we met die vier poten, die kop en die staart en alles wat ertussen hangt, dat we er iets mee doen. Je kunt niet een stuk terug in de wei zetten, dat gaat niet. En dat vind ik wel een belangrijk gegeven. Gewoon het respect voor dat dier moeten wij met heel dat dier werken en niet alleen met die goede stukken. Zalig. Ik kon het eens laten proeven. Ja, please, please, please. Het gaat perfect zijn om tacos van te maken.